En een spannende dag voor badmintonclub Rebejo in sporthal De Schans in Reuver. Ze organiseerde afgelopen weekend het Limburgs kampioenschap. Het zijn allemaal teams die hebben afgelopen jaar de competitie gespeeld in de district Limburg en in verschillende klasses. En alle klassen spelen vandaag hier tegen elkaar om de uiteindelijke winnaar te bepalen. En de winnaars die hier vandaag uitkomen, die mogen door naar de Nederlands kampioenschappen voor regio-teams in Zutphen. Dit zijn allemaal Limburgse teams, district Limburg. Dus dat wil zeggen dat zit tussen Venrooy en Gronsveld, Brunsum, alle kanten uit de hele provincie, maar echt district Limburg is dit. De wedstrijden betekenen in de heren enkel, in de dames enkel, in de dames dubbel, in de heren dubbel en in de gemengd dubbel. Dus spelen vier wedstrijden. Nou, de niveaus zijn in dit geval, we hebben seniorenteams en we hebben jeugdteams. Jeugdteams in leeftijdsklassen, 13, 15, 17 en 19. En de seniorenteams in verschillende klassen. We doen het samen met de mensen van het district. Die hebben ons gevolgd van Kent Geur, hebben Geur en Hal beschikbaar. Dat hadden we gelukkig. Dus voor ons veel de organisatie mee. Het is op zich goed te doen. De wedstrijden worden allemaal netjes goed ingedeeld. Dus. Het gaat erom vandaag. Het zijn eigen finales dus. Het zien vandaag eigen finales. Het zijn spannende wedstrijden. Heel spannend. Ja. We hebben zelf ook een team, een jeugdteam. Die zijn kampioen weer onder 15. Dus ook voor ons zit er wat we het spel als club zijn. De winnaar mag naar de kampioenschappen van regio-teams in Zutphen. En dat is 23 en 24 juni het kopgezag. Groot festijn daar. Er zijn alle teams uit de diverse regio's uit het ganse land. Mogen daar strijden om de beker. Wie is het niveau in Limburg van het badminton? Is toch het te halen inzet voor de teams uit onze provincie? Het is een best aardig niveau. Het is dus wel verschillen. Kijk, de grotere clubs hebben natuurlijk een hoger niveau. Hebben meestal meer mogelijkheden om te trainen. Hebben meer oeren natuurlijk. Kennen meer trainen. Dus er zit op zich best wel een leuk niveau in. Ja. Limburg maakt toch kans? Limburg maakt kans. We zijn zelf al een aantal jaren ook door mogen zijn. En we hebben een aantal teams gehad die Nederlands kampioen zijn geworden. Onder 13 en onder 15. Dus kans zit er zeker in. Zeker. En goed nieuws voor het team dat de toerswedstrijd speelde, BC Rebejo Veer. Die hebben zich geplaatst voor het NK in Zutphen. We wensen ze daar veel succes.